mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Mij Hans van Best. En vandaag doen we een keer iets anders dan normaal. We doen een keer 2 tegen 2. Ik hoop dat we dit potje kunnen gaan winnen. Ik heb net een inkompotje gespeeld, waar ik meestal doe. En toen zat ik ook met deze teammate. En ja, het is niet de beste. Sorry dat er vorige week geen video was, maar ik had best wel druk met mijn examens en zo. Dus ja, sorry. Maar ik ga nou weer proberen elke week te uploaden. Nog een tricky moment gaat worden de zomervakantie. Dan ben ik ook weg, waarschijnlijk. Dus dat is ook nog even kijken hoe ik daarin ga plannen. Maar in ieder geval de komende weken komen er elke week gewoon weer een video. Nou, als je de straat wilt zien, abonneer, reageer en like zeker. Laat ook in de comments achter of je het vaak wilt zien. En wat je anders zou willen zien. Ik zat nog te denken aan dat we wel vaker paladins en misschien, weet ik niet, misschien nog wel Apex of zo. Maar dan moet ik even kijken. In ieder geval net dat ik een best een mooi doelpunt, maar oké, dat was echt slecht. Nope. Teammate? Oh ja, die zit daar. Ja, ik merk dat het niet al te best gaat weer. Sommige dingen wel, maar niet alles. Hebben jullie ook afgelopen zaterdag Eurovision Songfestival gekeken? Duncan, jee. Oh, mijn teamleed blijft gewoon achter. Hij komt misschien nog iets aan. Nee. Dat is al. Daar kreeg mijn antwoord al gelijk. Heb je iets aan? Nope. Ik heb echt niks aan die teammate van me. Gewoon hartstikke slecht. Ik kan er niks anders van maken. Ja, gast. Oh, Jezus Christus. Gaat hij nou die gast zit heel op de voortje. Oh, gare gast. Kan hij iets wel? Jongen. Misschien trek ik ook nog leven nog hoor. Nee. Serieus? Ik had in het begin een heel goed doelpunt gemaakt, maar kijk wat voor teammate ik heb. Ik dacht nog we gaan winnen, man. Ik neem mijn gedachten terug. En mijn woorden. Zo. Zie je me niet meer terug.
Jammer. Waar de fuck is die teammate? Jezus, ik heb echt niks aan die gast. Nee, ik blijf gewoon rustig tegen Tokyo staan. Van, oh, ging die bal die kant op. Nee, een drie keer niks in team heb ik. Gast, je ziet dat hij wegspringt, hè? En waar is hij nou? Alles behalve waar hij moet zijn, hè? Klaar. Nou, wat was dit een slecht potje? Ik kan de vrouw aan gaan doen en dan accepteren. Maar ja, ik zie jullie zo bij het volgende potje. Yo mensen, welkom bij het tweede potje van vandaag. Ja. Oh, dit beter gaat uitpakken, man. Oh, de eerste seconde gelijk al slecht. Kunnen we misschien maar een klein beetje fout tegen dat ik niet opschoot, man. Ik dacht, begin rustig aan, man. Ach ja, ik heb gelijk weer omgezet in een gelijkspel. Dat is wel mooi. Een mooi doelpunt vind ik. Laat weten in de comments wat jij ervan vindt. Jammer. Stuiten. No. Ja, volgens mij heb ik ook niet veel aan deze, deze team deze man. Maar het potje is nog goed, dus alles kan nog gebeuren. Nou, hopelijk heb ik hem maar wel. Tuurlijk. De 9 van de 10 is dit soort ballen. En geen teammate te bekennen. Als je een halve zot verdediger is. Ik kan zeggen als een halve zot verdediger, maar die doet niet eens iets. Nope. Oh, het is 2 tegen 1. Jee. Zoals niet. Ah nee, ik heb een bot gekregen. Denk ik. Ja. Soms zijn bots gewoon beter als mensen zelf. Ha. En soms, 9 van de 10 keer is dat echt zo. Gewoon een bot beter is dan gewoon een normale player. Want gewoon bots, je kent het. Oh, hij schiet gewoon mis. Nice gedaan, teammate. Ik heb een nieuwe zo te zien, dus. Oeh, dat kan ik alleen maar zeggen, netjes gedaan. Had, ja. Ik heb mijn twijfels over wat je hebt kunnen hebben.
In ieder geval. Nou moeten wij weer. Wauw. Ja. Nou, hopelijk kunnen we omzetten. Ik denk het niet meer, maar. Aangezien ik ook niet helemaal de goede flow zit, maar. Komt goed. Wat is dit voor stuitering? Teammate, doe iets en dan verlaten, ja. Tuurlijk vlaatje, want als je push als we zijn kan. Ja, hij had zelf mis. Ja, tuurlijk, laat gelijk. Ah, en daar heb je dus ook niks. En die verlaten gelijk. Doet hij niks? Ja, flikker dan toch gewoon gelijk op. Jongen, jongen, jongen. Maar daar heb je toch ook helemaal niks aan, zoveel mensen. Wat kan ik hier toch mee? Ja, ik kan best goed gaan lieven, want. Nou, dit gaat nergens meer naartoe. Ik zie jullie zo bij het volgende potje. Ja mensen, welkom bij het laatste potje van vandaag. Afgelopen twee potjes waren niet echt de beste. Ik zit weer met een AI. En ik hoop dat we dit potje wel kunnen gaan winnen. Maar als ik zo zie, weer met een AI. Ah, nee. Dan zullen we wel in de plaats voor komen. En ik denk dat dit. Ja, eigenlijk wel meer kwaliteit, kan ik nu al zien. Ik denk dat dit potje wel veel super gaat lopen. Veel beter gaat worden. Jammer. Kijk, de bezig teammate. Ja, deze is beter. Ik dacht even, ik zie even een bol, man. Wat is dit van nou? Ik moet telkens wat kort. Ja.
Die ook weer. Hey. What the fuck game? Ik doe. En wat doet hij? Crash. Oh, dat is echt zuur. Ja, game. Geef dit de game de schuld hoor. Van een fucking kut reactie. Ik kan Epic Games de schuld gaan geven nu. Godverdomme Epic Games. De game was vroeger een goede game, maar het is een kuur volgens mij. Wat is het voor ons in Epic Games? Ook die Epic Games, hoe je het ook noemt nou, want... springt telkens goed. Alleen hebben we zo het gevoel van, je auto is te klein. Alsjeblieft. Dat is een goede voorzet, tenminste. Ik had hem echt om met die gasten al voor de toren gewerkt. Dat is wel mooi. Wat gebeurde daar? Hij zegt toch sorry. Waarschijnlijk heeft hij nog volledig misgedaan. Ik snap niet waarom mijn auto afgaat, stem op. Zo. Maar dan zal het twee keer dat ik op de paal raak, hè? Dit is echt nou veel rustiger aan, hè? Poesje schoten de hele tijd. En hij heeft echt zoveel gedrukt bij. Ooit willen winnen? Ik zou het eraf schieten, ja. Nice. Nou, dan staat weer 3-3. Dan denk ik dat we verlenging spelen. Ja, goede teammate. We hebben open doel.
gedaan, teammate. Jongen, jongen. Hoe dan? Dat kan niet, game! Dat kan niet! Of die fucking doel een aantrekkingskracht heeft. Want hij ging hier helemaal naast. En in één keer... Ja, nee. Dat is onzin. Maar ja. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Hans de Best. Met Rocket League. 2 tegen 2 is niet het beste, maar maakt niet uit. In ieder geval abonneer, reageer en like zeker deze video. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering van Rocket League of iets anders. Bye mensen.